tweede fase van de techniek is cross and tellen. Cross and tellen is een polsgreep met zijn rechterhand op mijn rechterpols. En we worden daar weer mee getrokken. De aanvaller doet eigenlijk een kruislinks, noemen ze dat, een greep naar mijn pols toe. Daarom heet hij cross and tellen. We gaan met onze hand meteen op zijn hand neerzetten. Dus deze beweging is heel belangrijk. Zo. Deze beweging doe je gelijk samen met jouw voorwaartse trap naar de buik. Ik zet mijn voet neer en ik ga hem proberen om te pakken. Als ik hem pas omgepakt heb, ik heb zijn pols nu zelf ook vast, dan ga ik pas loslaten met mijn linkerhand. En dan stap ik naar voren, geef ik binnenwaartse blok tegen de arm en ga heel dichtbij staan. En ik trek hem heel dicht naar mij toe. Hier vandaan kan ik namelijk een elleboog geven. En nog een tweede elleboog naar beneden. Ik hou zijn hoofd vast, arm gaat omhoog en dan geef ik een kniestoot. En dan ben ik weg. Wordt beter gepakt bij de pols. Hand bovenop naar je buik. Voorwaartse trap in zijn buik. Overpakken met je hand. Instappen met het binnenwaartse blok. En trek hem dicht tegen je aan. Goed stevig staan als je dit doet. Linker elleboog naar het hoofd. Linker elleboog naar beneden op zijn lichaam. Hand achter het hoofd. Arm omhoog. Knietje en goed draaien. Goed draaien met je heupen. En wegstappen.